Dikke dokie mensen, hartelijk welkom terug bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Corrupster. En vandaag deel 2 van Raft mensen, hartelijk welkom. De vorige aflevering hebben jullie kunnen zien hoe ik begonnen ben in supersnelle modus, zeg maar, om het een en ander even te kunnen laten zien. En vandaag ga ik daar natuurlijk gewoon mee verder mensen. En er is het een en ander weer aangepast, bijgevoegd zeg maar. Zoals jullie hier zien wat hier roteert, die bomen die gaan we vandaag even neerzetten. Ik heb wat kisten neergezet, ik ben off-camera even bezig geweest om mijn vlot eventjes wat groter en ruimer te maken. Zodat ik het een en ander kan gaan bouwen mensen. Dit is mijn safe, dus ik zeg gas op die lolly natuurlijk, hè. Even laaien. En daar zijn wij op mijn vlotje. Kijk, ik heb het een en ander eventjes uitgebreid. Ik heb hem sowieso even 4 breed gemaakt, alle netten ervoor gebonjourd. Super belangrijk, want die vangen nu alles op. Dus die haak die kan ik nu verkopen, mensen. Ja, super tof. Kijk, er komt een tonnetje aan. Die gaat lekker het net in. Kijk, pakken. Het enige wat me zorgen baart is nog steeds die haai. Hè. Ja, die haai die is niet kapot te krijgen. Dus ik heb er wel al 2 gesloopt, hoor. Inmiddels, stiekem. Kijk, ik heb ook even wat kisten neergezet. Want het is echt... Met al die netten hier voor de deur. Ik zal het laten zien, mensen. Kijk. Zootje aardappels heb ik alvast. Ik heb even wat vis gevangen. Een haai gesloopt. Dus ik krijg shark meat. Dat kun je ook lekker bakken en braaien. En ik moet wel even die haai in de gaten houden. Want die vreet hier alles op. Natuurlijk. Even kijken. Deze kist moet je kijken mensen. Wat een scrap ik allemaal al heb. Kist vol. Van die rommel. En nog een kist hier met scrap. Ja, het is scrap all over the place hier ook. Even kijken. Nou, ik ga even een raapje doen. Kijk, dan loop ik hier zo overheen. En dan... Spam ik even mijn E-knop. Kijk, en dan is het allemaal weer leeg. En wat gaan we doen vandaag? Ik heb geen idee. We gaan even bouwen, denk ik. Dus ik pak even de dikke hamer erbij. En als ik nou mijn rechtermuisknop vasthoud. Ta-ta-ta. Dan gaan we eerst eventjes een pilaartje neerzetten. Daar heb ik scrap van nodig. Scrap. Dus. Scrap all over the place, hè, zei ik net. Dus we gooien er even wat scrap in. Kijk, dan kan ik mooi dat scrap ook even opruimen, weet je wel. Even kijken, pilaatje, die doen we eventjes, daar, ik kan mij het schelen. En dan wil ik even een vloer, 1, 2, maken we hier even een mooi vloertje van natuurlijk, hè? Even kijken, dan moeten we aan deze kant ook nog, dan is hier mooi 9, ja, 3x3 is 9, ieder zingt zijn eigen lied. Nou, dat ziet er wel smexelistisch uit, dacht ik zo. Wat heb ik nog meer nodig? Even kijken hoor. Wals. Window. Hey. Walwindow, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus we gaan hier eventjes... Waarom mag ik dat alleen maar aan die kant doen? Omdat ik roteren moet, Scorp. Ik zeg roteer. Roteer, ja. Daar wil ik er een hebben. En even kijken. Daar en dan daar en dan daar. En dan moet ik weer roteren. Ja, dat is even een dingetje mensen. Maar goed, komt allemaal goed natuurlijk. Hè. Kijk, 3. Nou zit ik... Oh, crap. Die is goed. Ik had hier de bocht om gemoeten. Crap. Maar maakt niet uit. Ik heb daar weer een trucje voor. Zal ik zo meteen even laten zien. Ik heb namelijk... zo. En dan doen we... 1, 2... En nog eentje hier. Kijk, nou hebben we hier een leuk hokje gebouwd. Hè? Ja, toch. Even kijken mensen. Nou, is het zo? Ik doe even deze doe ik even weg. Ik zeg, deze doe ik even weg. Die haai die is in Geveldeweeg te bekennen. Ik heb wel alweer dorst, dus we gaan even dit oppakken. Dan doe ik even 5. Slurp. E. Hop. En die. En slurp. En E. En hoppakee. Oké, nou krijg ik alweer een beetje honger. Ja, we gaan doen even de koelkast open en dan gaan we even haaienvlees eten. Dat is super lekker. Haaien vinden soep, hè? Pixel Gaming, maatje. Met je grapjes. Ik ga haaien vinden soep maken voor Pixel Gaming, mensen. Dat was super leuk berichtje onder de vorige aflevering. En sowieso wil ik iedereen even bedanken die de eerste aflevering gezien heeft. En dat is super leuk ontvangen. De berichtjes eronder waren super tof. Dus dank jullie wel daarvoor mensen.
Ik hoop dat aflevering 2 ook een beetje in jullie smaak zal vallen. Want ja, dat doe ik het per slotverrekening voor natuurlijk, mensen. Dus ja, dat lijkt me natuurlijk hartstikke leuk om daar even mee door te gaan. Kijk, nou mis ik hier nog eventjes één zo'n ding. Waar is die haai? Die moet ik even in de gaten houden. Ja, daar komt hij alweer aan hoor. Ja, ik heb hem alweer door die gladde. Wat ga je nou weer stuk maken, Diederik? Oh, deze? Helemaal niet! Weg met jou. Draak van een beest. Anders dan eet ik jou ook op zometeen. Wat? Boeng de boeng de boeng. Ik hoor de boeng de boeng. Oeh. Dat was een eng geluidje. Dat heb ik nog niet eerder gehad op deze server. Rare boenkie boenkie die boenk op de server. Nou ja, goed. En hier wees mensen. We gaan gewoon even verder. Ik maak dit altijd even leeg. Want ja, dat moet je kijken van de zooi, man. Even kijken. Ja, eten. Heel belangrijk. Gomp. Zo. Kijk, nou had... Wat is dat nou voor geluid? Is die rommel er maar weer even uithalen. Ja, rommel rapen, mensen. Ik ben off camera. Ben ik even een uurtje bezig geweest om het een en ander natuurlijk voor elkaar te boksen. En... ja, die rommel die blijft maar komen, mensen. Het is echt niet normaal meer. Dit is echt... Ik moet er iemand bij hebben op mijn vlot die dit even bijhoudt. Ja, kom dat maar. Even kijken. We gaan snel verder, mensen. Want ik heb hier, zag ik nog eventjes... Hier moet nog eventjes een window dingetje. Was ik even een vergeten. En die andere, die moet even kapot. Want dit lijkt natuurlijk nergens op. Alhoewel... Hier een toilet. Natuurlijk ook niet verkeerd. Ah, laat nog maar even staan, joh, kan maar het schelen. We gaan even snel verder, want er is nog zoveel te doen, mensen. Er is, ja, nieuwe van... Hij is van 1.03 naar 1.04 gegaan. En daar hebben ze natuurlijk het een en ander weer eventjes bedacht, hè, die mensen die dit gemaakt hebben. Dus we gaan even snel verder. Wat ik eventjes wil doen, kijken, mag ik dat doen? Ja, spullen zat, hoor. Even kijken, dan moet ik even... Dan moet ik even kijken, die moet daar even naartoe. Of zal ik hem daar doen? Lelijk, hè? Als je dan in het water valt en die haai die is in de buurt, dat is lelijk. Dus we gaan hier even lekker omhoog. Nee. We gaan nu eventjes kijken bij de... Kijk, dit. Maak ik er gewoon even twee van, hè? Omdat het kan gewoon, hè? Nou, let op, mensen. Ta-ta-ta, grote apparaten. Ja, hoest. Ik kom maar zo aan. Ik moet eerst even dit neerzetten, weet je wel. Kijk, als ik er nou met een beetje mazzel kan ik er twee naast elkaar zetten. Hoop ik dan, want dat zou smekselisjes zijn. Haha, dat mag. Nou gaan we eerst even drinken, mensen. En dan zal ik even laten zien wat voor gek apparaat dat is. Ja, want ik hoest maar eigen weer helemaal de blubber hier, oh. Slurp. Vullen. Niet lullen, maar vullen. Nou, dat is voor de bakker. Nou, dan laat ik het even zien, mensen. Ik heb hier zaadjes. Let op. Kijk, dit zijn hele gekke, rare, grote, hoge dingen. Maar als ik daar een zaadje in doe, met E, praak en praak. Zo, nou, dat ziet er wel leuk uit. Dan komen daar zo meteen boompjes. Boompjes, gek op boompjes, hè. Dat is automatisch, dat betekent natuurlijk hout en kokosnoten zometeen. En dat laat ik jullie even zien, mensen. Wat ik hier even binnen wil doen, dat is ook leuk, dat is ook nieuw. Dat zijn deze dingen. Kropplots. Daar heb ik even touw voor nodig. Dus ik ga hem even touw maken. Wop. Touw all over the place. Nou, oké, kropplotje, waar zit je? Kijk, kropplots. Dan maak ik er even 3, 2, 1... Twee van. Kijk, dan zetten we die. Mooi. Daar neer. En dan heb ik er nog één. Ja. En die zet ik er ook even bij. Die doen we even dan netjes zo. Naast, weet je, allemaal maar even op een plank. Beetje in het midden zo. I like it. Een beetje, hoort er net uit natuurlijk, mensen, op mijn vlot. Op mijn woonboot inmiddels. Even kijken, waar is die gekke haai? Geen gekke fratsen, hè? Hi. Hij komt er alweer aan, hoor. Ik pak alvast mijn speer. Ja. Daar is die dik alweer. Niks ervan. Nee. Ik maak sushi van je. Oké. Nou, mensen, kropplot. Check. Even kijken. Die kan er wel even uit. Ik moet even aardappels hebben. Heb ik aardappels?
Ik heb 4 aardappels. Nou, doe er maar 10. Even kijken, dan gooien we daar even aardappels in, want dan gaat dat ook groeien. Leuk mensen, kijk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wat een flats. Nou, dan komen daar ook aardappels aan. En ik geloof dat ik, als ik het goed heb, dan als je er 1 zaadje in doet, krijg je 2 aardappels terug. Dus dat is verdubbeling van de wacht. Oké, nou, ik ga dit maar eerst weer eens even leeghalen, want het is weer niet te geloven. Spam, e, spam, e, spam, 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 e, 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 e. En wat mij opgevallen is, mensen, heel apart, maar hier, ik heb alweer dorst. Kijk, deze, nette, daar komt niet zoveel in. Het is voornamelijk hier allemaal aan de rechterkant, dat is me opgevallen, heel raar. Maar goed, maakt niet uit. Hè. Dat is helemaal niet erg, want we hebben natuurlijk genoeg netten nu. Dus spullen zat. Hop. Hop. Koken, die hap. Zo. Koken, die hap. Kijk, daar komen de boompjes al aan, mensen. Nou, super tof, toch? Ja, dat wordt super tof. Dan moet ik alleen even een bijl maken. Dat is dat grappige apparaat. Zo. Lekker zo. En dan zet ik die even achter mijn... zo. Kijk, dan heb ik alles netjes op orde hier onderin. Dat is heel super belangrijk natuurlijk. Hè. Alles moet even geordend zijn. Nou ben ik helemaal klaar voor de strijd. Ik heb zo'n beetje alweer alles kunnen maken wat er te maken valt. Dus dat is alweer super tof natuurlijk mensen. Even kijken, komen er al aardappeltjes aan? Maar dat groeit als kool. Moet je kijken. Harvest. 2 aardappels. 6. 8. 10. 12 aardappels. Nou, dan gooien we er weer 3 terug. En dan gaan we patatjes maken, mensen. Kijk, hartse flats. Aardappeltje erop. En het is alweer volgelopen met spullen. Dus dat gaan we ook meteen maar even wegmetselen weer natuurlijk. Hè. Even opruimen. Ik hou van orde en netheid in mijn kamp. Lijkt het zo. Oké, wat kunnen we nog meer bouwen? Eens even kijken hoor. We hebben nog een gewone muur. Een gewone muur. Laten we die jongens neerzetten voor de gein. Rotatie. Zo, zetten we die daar neer. Leuk, 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 leuk. Dan ga ik aan de andere kant hetzelfde bouwen. Wat ik nu hier neergezet heb, mensen, dat ga ik aan de andere kant ook bouwen. En dan, ja, dan wordt dat eigenlijk een beetje... Dit is eigenlijk een beetje de groenvoorziening, hè. Dit is de greenhouse, zeg maar. En aan de andere kant, daar ga ik dan deze rommel even naartoe verplaatsen. Dus dat wordt de keuken en zo. Leuk, keukentje hier. Ook weer het dak op met boompjes, want bomen die kun je niet genoeg hebben natuurlijk. Hè. Hout is zeer belangrijk. Dus dat ga ik off-camera even doen mensen. Even dit gewoon kopiëren naar die kant toe. En dan hieronder, ja, dan ga ik hier binnen aan die kant zeg maar even dit allemaal weer verplaatsen. Zodat we een mooi plekje hebben waar we kunnen eten natuurlijk. En onze spullen op kunnen slaan. Dus ik zou zeggen tot zometeen. Welkom terug mensen. Nou, jullie hebben het gezien. Ik heb boompjes geplant. Ik heb eventjes deze rommel die hier stond. Hè. Weet je wel, die kistjes heb ik even weggebonjourd. Dat eten gebeuren, dat kookding en dat waterding. Die twee heb ik hier even weggehaald. En dat viel niet mee. Want die kookpot kon ik niet weghalen. Dus ik heb die fundering weggesloopt. En toen kon ik hier geen fundering meer neerzetten. Dus dan heb ik deze weggesloopt. Ik heb die weggesloopt. Ik heb die 6 weggesloopt. En toen kon ik weer aanbouwen. Dus... Het heeft eventjes wat tijd gekost, maar dat geeft allemaal niks natuurlijk. Hè. We zijn gewoon ook gewoon lekker doorgegaan met het leeghalen van de netjes. Super netjes. En dan laat ik jullie nou even de andere kant zien, mensen. Dit even leeg scheppen nog. Kijk, ik heb hier spullen. Kijk, nou, dit ziet er toch fantastisch uit. Ik heb dus, zoals ik al zei, natuurlijk even dit hier. Met die aardappelplantages heb ik gekopieerd naar die kant. Precies hetzelfde gedaan, dus ook hierachter zie je nu dat ik hier een soort loopuitkijkdingetje heb gebonjourd hier in dat... Hey, dat zijn even niet de bedoelingen, maatje. Ah, vieze, 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 stinkende... Oké, kwaaier als dit kan ik niet worden. Die vreet hier gewoon even mijn net op, die dikke. Nou, hop, gereed. Nou, dan, ja, dat was eigenlijk wel een beetje hetgeen. Kijk, ik heb deze natuurlijk gekopieerd hier naartoe, wou ik zeggen. En ja, ik heb hier de watervoorraden. Dus moet ik altijd even naar die sloot lopen natuurlijk, voor water. Maar dat geeft allemaal niks. Dat lopen is goed voor je, hè. Dat houdt je een beetje slank. Ook met eerst opdrinken natuurlijk, Scorp. Oké, nou, dan kan dit er weer op.
Hartse flats. Ik heb weer even een haai geliquideerd ondertussen. Dus er kan ook weer wat vlees op de barbecue. Nou, dat ziet er fantastisch uit toch, dacht ik zo. Ik denk dat ik alles nu wel een beetje heb laten zien. De bomen. Ik heb hier de kisten neergezet. Kijk, dit is de voedselvoorraadkist. Kan ik een beetje stekken zo, tot 10. Nou, dat kan er ook wel weer even bij. Een soort koelkast, hè, dit. Hier heb ik alle scrapzooi. Ja, dat zit vol en ik blijf maar krijgen van die rommel. Dus op een gegeven moment een... kijk, plankjes heb ik in deze kist. En uiteraard... de bloemetjes heb ik in deze kist. Nou, dan heb ik alles wel een beetje geordend, dacht ik zo. Dus ja, dit was weer even een nieuwe aflevering van Raft, mensen. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als in de eerste aflevering. En ja, dan hoop ik natuurlijk weer op dikke duimpjes omhoog, mensen. Daar ben ik super, super gek op. Wat ik tot slot nog even laat zien, is een kokosnootje. Dus we gaan, kijk, dan gaan we hier harken. Tets, plank. Hallo? Hakken. Is hij moe of zo? Schiet op. Weg met die boom. Dat duurt lang. Hi. Nou, mensen, ik wou dat ik dit om kon hakken. Nou, weer een plankje erbij. Kijk, hier, de planken gaan nu als een malle natuurlijk, hè, met vier bomen op je eiland. Kijk, en dan krijg je hier kokosnoten. Hehehe, kennen we bolen, mensen. Even kijken, de kokosnoten, wat heb dat voor zin? Zul je zeggen, nou, die kan je drinken. Sorry, ik krijg ook dorst. Van al dat gaat drinken hier. Kijk, nou is mijn flesje is lekker gevuld met water. Dus dat is dan dat. En je krijgt daar weer zaadjes. 7 zaadjes uit één zo'n kokosnootje. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Want dan kunnen we daar natuurlijk mee blijven harken. Even kijken, waar staan die andere kokosnoten van mij? Oh, die heb ik allemaal opgesopen. Nou, lekker dan. Ja, anyways mensen, dit was hem even. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!